Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. En ik voel ook niet iets van Indisch optreden of zo. Ik ben zoals ik ben. En ik ben ongetwijfeld gevormd door alle achtergronden. Ik ben in Den Haag geboren. Dat ligt vrij voor de hand als kind van ouders die op dat moment nog niet zo lang uit Indië terug waren. En verder heb ik op verschillende plekken in Nederland gewoond. Dus dat, ik kom wel uit Nederland, laten we het zo zeggen. Kijk, ik zie Indisch zijn toch ook wel als een Indische afkomst hebben. Er zijn nogal wat Nederlanders die in Indië gewoond hebben. Maar gewoon heel erg Nederlands zijn. En als die zich Indisch noemen, dan denk ik altijd van, niet overdrijven. En dat vind ik dus van mezelf ook een beetje. Wij rekenen die percentages altijd heel goed uit. Ik ben dus voor 62% Nederlands. Gewoon Nederlands. Dus ik ben niet zoveel Indisch. Dus als je tegen mij zegt, ben je Indisch? Dan zeg ik, ik heb er natuurlijk wortels, maar ik voel mij niet Indisch, echt. Masker. Het is ook een beetje wonderlijk misschien, maar ik heb mij daar altijd wel tegen verzet vroeger als kind. Want mijn ouders die gedroegen zich wel heel Indisch. En mijn vriendinnen die hadden dat niet. En dat waren gewoon Nederlandse vriendinnen. En ik vond het dus heel vreselijk. Dus ik heb daar lange tijd helemaal niks mee te maken willen hebben. Ja, het was anders. En als kind wil je niet anders zijn. Kijk, we hadden een fles water in de wc. Nou, dat vond ik helemaal niet leuk dat daar een fles water in die wc stond. En mijn moeder die had van die uitdrukkingen. Die zei van, pak maar even mijn dompet. Mijn portemonnee. Ik wist dus wel wat een dompet was. Ik wist ook wel wat een portemonnee was. Maar ik gebruikte het woord dompet niet hoor. En dapoer en zo ook echt niet. Daarna heeft het eigenlijk niet zo'n rol gespeeld. Het heeft bij mij pas, is het gaan spelen? Ik denk toen ik een jaar of 40 was of zo. Daarvoor eigenlijk nauwelijks. Het is pas vast veel later gekomen dat ik me dat realiseerde. En dat ik het ook interessant begon te vinden om erover te lezen en zo. En daarvoor heb ik het gewoon een beetje weggestopt. Er zijn dingen dat ik denk, ik hoor mijn moeder praten als ik zelf iets zeg. Terugdringen. Ik herinner bijvoorbeeld, we gingen met vakantie en moesten we een vliegtuig in. Ik ging voor de eerste keer vliegen, want we gingen nooit zo ver met vakantie, maar toen wel. En er was geen stoelnummers had je moest dus vrij zitten. Ja, en dan staat mijn vader dus achteraan. Iedereen die gaat erin en hij staat te kijken van, wat is dit? En dan komen wij nog eens een keer en dan zitten we dus boven de vleugel. Dat soort dingen gebeuren altijd. Ik doe dat zelf ook. Ik ga ook niet vooraan zitten dringen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, als ik een sinaasappel schil, dan schil ik hem dus vooruit. En vraagt iemand naar mij, waarom doe je dat zo? Ik zeg, hoezo? Is dat anders? Ja, nee, je moet hem dus zo schillen. Maar ja, ik doe dat toch zo. Ik ben dat gewend. Autochton. Wat grappig is bijvoorbeeld, toen ik kind was, toen schold men mij wel uit voor pinda-Chinees. Maar waarom? Omdat mijn vader een donker uiterlijk heeft. Maar ik snapte niet waarom ik als pinda-Chinees werd uitgescholden. Maar later begreep ik, mijn vader, dat is echt een Indische man als je hem ziet. Ja, dat de buurvrouw tegen mijn moeder zei van, uw man spreekt toch wel heel goed Nederlands. Kijk, op dat moment, dan word je je daar bewust van. Kijk, voor mij is de Indische cultuur
wat ik bij mijn grootouders zag, dat is de Indische cultuur. En dat was hoe hun huis was ingericht, hoe ze eten, mensen die altijd over de vloer waren. De manier waarop zij zich kleden. Zo'n Pasamallam, ik ga er wel eens heen. Dan denk ik, ik vind dat wel aardig, maar ik heb er gewoon niet zoveel mee. Het is niet iets waar ik naar op zoek ben. Het is niet. Het brengt niet iets waarvan ik denk, dat weet ik nog niet. Dus nee, het hoeft voor mij niet zo. Introvert. Ik kwam op het vliegveld en ik stapte uit. Ik dacht, die geur, die was zo vertrouwd. En dat bleef zo. Het rook daar zoals het bij mijn grootmoeder thuis rook. Dus het was aan de ene kant heel vertrouwd. En aan de andere kant voelde ik me er heel ongemakkelijk. Ik ben lang en dik en wit. En ik voel me daar dus totaal misplaatst. Ik heb dus ook eigenlijk niet zo'n behoefte om daarheen te gaan. Ik vind het ongemakkelijk. Ik heb wel het huis van mijn ouders gezien. Waar ze dus voor het eerst samen zijn geweest. Ik heb de school van mijn moeder gezien. Het was ook verwarrend, omdat ik dus, die geur. Ik ben, veel mensen hebben dat, hè, geurgevoelig. Dat je meteen denkt, dat klopt. En aan de andere kant, dan zie ik mezelf en dan is iedereen dus bijna kleiner. Dat vind ik heel vervelend. Ik heb het gezien en ik hoef niet meer terug. Doorgeven. Tegenwoordig wordt vrij veel gesproken over Indische achtergrond, Indisch leiderschap, Indisch optreden. Wat is Indisch leiderschap? Probeer het een beetje te duiden. Je hebt van die typische Hollanders die dus gewoon echt veel plaats innemen. Dat doen Indo's niet. Ik denk dat ik dat ook niet doe, nee. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan en ik voel ook niet iets van Indisch optreden of zo. Ik ben zoals ik ben en ik ben ongetwijfeld gevormd door alle achtergronden. Maar om nou dat te duiden als van iets Indisch, dat vind ik heel lastig. Er zijn natuurlijk heel veel Indische mensen die ook ambitieus en carrièregericht zijn. Laten we daar, Indonesië heeft vrouwelijke presidenten. Of een vrouwelijke president gehad, in elk geval. Dat hebben wij in Nederland nog niet van elkaar gekregen, hoor. Een vrouwelijke premier. Dus in die zin is het, Indisch of niet Indisch. Er zijn zoveel Indische mensen die hoge posities bekleden. En ben je dan ambitieus? Ja, misschien wel. Toen mij gevraagd werd om lid te worden van het bestuur van het Indisch Herinneringscentrum. Toen dacht ik, ik vind dat ik dat moet doen. Voor de Indische gemeenschap, dat klopt. En voor mijn ouders. En die vinden dat ook heel leuk. Ik vind het wel belangrijk om iemand te zijn. Maar dat hoeft niet per se met aanzien of heel, hele hoge dingen of wat ook. Maar het gevoel van, ik ben iemand en ik kan iets doen en ik beteken iets. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ik heb ook niet het gevoel dat ik heel veel anders ben dan anderen, hoor. Geven. Mijn vader die heeft twee boeken geschreven over zijn eigen leven. Het een over zijn tijd in de Burma-spoorweg. En toen dat klaar was, toen heeft hij een boek over zijn jeugd geschreven. En dat heeft hij gedaan om vooral zijn kleinkinderen toch mee te geven hoe hij vroeger geleefd heeft. Dus, en dat vond ik wel heel boeiend om te lezen natuurlijk. Want dat is toch een jongen die opgroeit in Indië als Indische jongen. Wat ik daarvan gehoord heb als kind, dat waren alleen maar stoere verhalen. Mijn vader vertelde vooral van hoe ze die Japtan te grazen namen. Maar de dingen die echt moeilijk waren, die heeft hij mij niet verteld. Die heb ik in zijn boek gelezen. Ik zie het
Het is misschien ook wel jammer als een soort bijna aflopend iets. Want nou ja, wat ik van mijn ouders heb meegekregen, op een vrij natuurlijke manier, daar is niet echt over nagedacht. Ja, ik heb op mijn manier mijn kinderen opgevoed en ik ben bang dat ik niet heel veel Indisch aan ze heb doorgegeven. Het enige wat ik wel eens deed, dat was Indisch koken. En dat vonden ze altijd heel erg lekker. Maar volgens mij voor de rest... Mijn jongens die hebben daar helemaal niks mee, dat weet ik. En mijn dochter, dat is de jongste, die is wel nieuwsgierig. Die wil ook met mijn ouders praten. Maar mijn zonen, die hebben er echt niet veel mee. Dus het loopt af bij ons, heel duidelijk. Als je aan mijn kinderen zou vragen, voel je je Indisch? Dan zouden ze zeggen, waar heb je het over? Nou ja, ze hebben dus de boeken van mijn vader gelezen. Dat vinden ze toch wel belangrijk en interessant. Maar of ze zich daar nou meer Indisch door gaan voelen, dat denk ik niet. Alleen voor hun is het wel een beetje zo van, goh, ja, nee, dat hoort ook bij ons. Dat wel. Loslaten. Je voedt kinderen op in dingen ook die je zelf belangrijk vindt. Dus ja, wat ik belangrijk vind, dat is dat je rekening houdt met andere mensen. Niet altijd zelf vooraan, niet altijd alleen maar iets voor jezelf. En andere ruimte geven, ja, dat geef je natuurlijk automatisch door. En of dat nou Indisch is, ja, dat is nog maar de vraag. Maar ik vind dat belangrijk, dus ik geef dat door. Ik denk dan toch dat het respect hebben voor anderen, het rekening houden met anderen en niet altijd met een grote mond vooraan staan. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen en dat heb ik ook wel doorgegeven. Kijk, als ik nou mijzelf meer Indisch had gevoeld, dan had ik het ook belangrijker gevonden om dat door te geven. Als men dat dus mij in het algemeen vraagt, dan denk ik dat het belangrijk is dat wortels en identiteit op een of andere manier wordt doorgegeven. En op het moment dat ik dat zeg, dan besef ik dat het ook wel eens heel, heel benauwend kan zijn. Maar ik vind het toch wel goed dat een mens weet waar die vandaan komt. Dus in die zin geef je dat dus wel door. En ik denk ook dat ik waarschijnlijk onbewust meer heb doorgegeven dan ik nu kan reproduceren, hoor. Ja, het speelt eigenlijk niet zo. En ik denk als je gekleurd bent, maar dan niet alleen Indisch of je bent Surinaams of Marokkaans, dat het veel meer een prominente rol speelt in je leven. Omdat je voelt dat je, nou ja, dat je een ander kleurtje hebt dan de autochtone kaaskop. En dus heeft dat een bepaalde positie die je wel met je kinderen bespreekt, denk ik.